Ik ben Sigrid Bouwsen en ik doe de opleiding leerkracht basisonderwijs op de HZ in Vlissingen. Nou, de opleiding is eigenlijk dat je leert om voor de klas te staan en dan het basisonderwijs groep 1 tot en met 8. En in de eerste 2 jaar maak je heel erg kennis met alle vakken die je gaat geven. Wij gaan nu beginnen met het specialiseren tot een vak naar keuze en daarna een minor volgen. En het laatste jaar ga je bewijzen dat jij het kan, dat jij leerkracht kan zijn. Na mijn opleiding wil ik gaan werken, gewoon als leerkracht. In het liefst middenbouw en anders bovenbouw en dan in speciaal onderwijs, dus kinderen met speciale behoeftes. Ik ben vooral heel erg trots op mijn leerlingen. Als ik zie dat ze iets heel goed doen of iets heel goed oppakken en zeker dingen waar ze dan normaal niet heel erg aan gewend zijn al. Dus bijvoorbeeld samenwerken en je gaat dat dan inzetten en als je dan ziet dat je daadwerkelijk iets bereikt met de kinderen en dat ze heel goed kunnen gaan samenwerken en samen leren, daar ben ik dan heel trots op. Nee, leerkracht basisonderwijs is echt niet alleen voor de klas staan. Het is niet zo dat je gewoon van 8:30 tot 3 je lessen geeft en dat het dan goed is geweest. Want je bent echt met heel veel andere dingen bezig. Je bent bezig met de leerlingen. Wat helpt leerlingen? Wat kan ik doen? Je stelt daar plannen voor op om kinderen te gaan begeleiden in bepaalde vakken. Maar kan ook gedrag zijn, kan problemen zijn. Kan ook gewoon extra hulp zijn, omdat ze dat gewoon nodig hebben. Maar je bent echt niet alleen maar bezig met lesgeven. Nee, dat is echt wel iets wat veel mensen denken, maar dat is niet. Er komt er heel veel meer bij kijken. Je hebt daar ook zo'n kaartje van en dan staat er, je bent niet alleen juf, maar je bent ook EHBO'er en je bent zorgverlener, je bent sociaal werker en je bent clown, bij wijze van spreken, en cabaretier. Je bent echt alles in één.